Dare Off en Trotting. Paarden zijn onderweg en het is na de start Classic Lady. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Die naar de leiding snelt met aan de buitenzijde dan Zita Beukenswijk. Achter Zita Beukenswijk volgt aan de binnenzijde Aren Lorraine. En achter Aren Lorraine volgt dan aan de relingzijde Baresi DF. Daar heeft hij eigenlijk nog nooit gelegen. Vandaag is het zover. En aan de buitenzijde Bailly Leblanc. Achter deze paarden is er een mooie start geweest voor Lange. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Achter Adios. En achter Adios hebben we dan de overige paarden die daarbij liggen. Rick Wester heeft niet echt de tijd van zijn leven achter die Cindy Z. Die is volledig aan de ren. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de verre linkerbocht. Met aankop van het veld Ruud Pols en zijn Classic Lady. Classic Lady, Zita Beukenswijk, Bailly Leblanc en daarachter dan Baresi DF. En de vijfde plaats is voor Langeweg Junior achter zijn nummer 10 Adios. Waar is dan die favoriet? Die ligt daar dan vlak achter Caro Star. Maar heeft op zich nog wel het een en ander goed te maken. Want die ligt daar in aansluitende vorm op 6-7. De stelling wat los van het veld geraakt is Dex Beukenswijk. En Caesarine Fortuna, die loopt geen meter te veel. Paarden gaan af op de laatste ronde met aankop van het veld. Nog altijd Classic Lady. Zita Beukenswijk op de tweede plaats. Daarachter volgt dan aan de buitenkant Baresi DF. Bailly Leblanc met verderweg Adios. En achter Adios is er dan Caesarine Fortuna. En aansluiting is er voor paard nummer 6 Caro Star. Caro Star die nu toch een paar lengte laat vallen ten opzichte van het paard Forum. Adios en Langeweg Junior. Zou die dan voor een geweldige stunt hier kunnen gaan zorgen met die outsider? Hij heeft in ieder geval een prachtige koers op maat. Gaat. Deelnemers gaan naar de overkant van de baan. Nu gaat ook Caro Star zich serieus mengen in de frontlinie. En komt zo dadelijk mogelijk in één keer door het derde spoor in. Daar gaat Caro Star. Die maakt nu ernst van de zaken. Die komt driedik naar voren. Daarachteraan gaat Caesarine Fortuna. Langeweg Junior keek even of het kon. Kon net niet. Aan ontevreden voor hem. Die probeert mee te gaan. Maar we gaan op weg naar de laatste bocht. En het is aan de kop van het veld aan de buitenzijde Caro Star. Binnenzijde dan Classic Lady. Die kan die aanval niet pareren. Achter deze paarden volgt dan Cita. Zita Beukenswijk en helemaal aan de buitenzijde komt daar Wim Brouwer met zijn Caesarine Fortuna. Caesarine Fortuna gaat heel hard. Paard staat bekend om haar eindschot. En de dochter van SJ's foto die gaat in de achtervolging op Caro Star. Maar Caro Star lijkt in dit veld toch een maatje te groot voor de concurrentie. Maak er twee van. En Rick Emmingen gaat er toch weer eentje in lopen op Langeweg Junior. Caro Star gaat naar een gemakkelijke overwinning. Strijd voor de plaatsen. Caesarine Fortuna en het paard dat nooit opgeeft bij Baresi DF. Die komt nog hard aan, maar moet genoegen nemen denk ik met plaats 3. De 6 voor de 9 en derde wordt de 4.